Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de anatomie van het ruggenmerg. Dat is een goede voorbereiding op de andere video's over het ruggenmerg. Word lid van de Juf Danielle Academie om de rest van de video's te kijken over fysiologie van het ruggenmerg, reflexen en dwarslesie en andere ruggenmergletsels. Ook kan je daar oefenvragen maken en oefenen met flashcards. Het ruggenmerg is samen met de hersenen onderdeel van het centrale zenuwstelsel en heeft een belangrijke functie in ons lichaam. Het is de snelweg van informatie van en naar onze hersenen. Dit wordt gedaan met zenuwcellen. De zenuwvezels die richting de hersenen gaan, zijn sensibele vezels. En de zenuwvezels die van de hersenen weggaan, zijn de motorische vezels. Op volwassen leeftijd is het ruggenmerg ongeveer 40 centimeter lang en heeft een doorsnede van ongeveer 1 centimeter. Als we er een plakje uitsnijden, zien we een rondje met hier de voorkant, ventraal, en de achterkant, dorsaal. Zowel ventraal als dorsaal zit een inkeping en in het midden zit een gat. Daar is de canalis centralis, het centrale kanaal, waar de liquor, oftewel de hersenvloeistof, doorheen loopt. In het midden zien we een vlindervormige structuur. Hier zit de grijze stof. De rest is witte stof. Wat opvallend is dat de grijze stof dus binnenin zit en de witte stof juist buiten. In de hersenen is dit precies andersom. De uiteindes van het vlinderfiguur noemen we de hoorn. Dus dan hebben we hier de dorsale hoorn en daar de ventrale hoorn. Bij de dorsale hoorn komen alle sensibele vezels binnen, die informatie over het lichaam naar de hersenen gaan brengen. Deze zullen dus omhoog gaan richting de hersenen. Bij de ventrale hoorn gaan juist alle motorische vezels naar buiten, die informatie vanuit de hersenen naar het lichaam moeten brengen. Deze gaan dus juist naar beneden, richting het lichaam. Deze noemen we dan ook, heel origineel, de stijgende banen en de dalende banen. Het ruggenmerg ligt binnenin de wervelkolom, ter bescherming. Aan de ventrale kant ligt het wervellichaam, oftewel het corpus vertebrae. Om het ruggenmerg heen gaat de wervelboog, de arcus vertebrae. Hieraan zitten 3 uitsteeksels, 2 keer de processus transversus, letterlijk dwarse uitsteeksels. En in het midden zit het processus spinosus. Dat zijn de puntjes in je rug die je kan voelen. Hier in het zijaanzicht zie je de wervellichamen en hier het processus spinosus. Precies tussen de wervels kunnen de zenuwen er tussendoor. Uit het ruggenmerg ontspringen namelijk 31 paar zenuwen, die we de nervi spinalis noemen, letterlijk de ruggenmergzenuwen. 8 vanuit de cervicale wervelkolom, 12 uit de thoracale wervelkolom, 5 uit de lumbale wervelkolom en 5 uit de sacrale wervelkolom. En de laatste die bij het staartbeen naar buiten treedt, het os coccygis. En daarom wordt deze zenuw ook wel de coccygeale zenuw genoemd. Hier is de overgang van het centrale zenuwstelsel naar het perifere zenuwstelsel. Het ruggenmerg behoort tot het centrale zenuwstelsel en de ruggenmergzenuwen zijn onderdeel van het perifere zenuwstelsel. Zoals je ziet loopt het ruggenmerg niet helemaal door naar beneden in de wervelkolom. Vanaf wervel lumbaal 1 lopen er alleen zenuwen. Dit wordt de cauda equina genoemd, letterlijk paardenstaart. Dit is de reden waarom een ruggenprik altijd onder L1 geprikt wordt, zodat je niet in het ruggenmerg prikt, met veel schade tot gevolg, maar bij de zenuwen. Mij is het ooit uitgelegd alsof je dan in een bord spaghetti prikt. Op de een of andere manier prik je nooit door een spaghettisliert heen, maar altijd langs. Dus bij het prikken van een ruggenprik, in het bord spaghetti, heb je maar een kleine kans op schade aan de zenuwen, terwijl je wel bij de liquor kan komen. Weet jij waarvoor dit gebruikt kan worden? Laat het me weten in de reacties. Terug naar de ruggenmergzenuwen. Elke ruggenmergzenuw innerveert 1 dermatoom. Dus gevoel, pijn, etc. in dat ene gebied zal via de corresponderende ruggenmergzenuw naar de hersenen gaan. Hierdoor kun je het menselijk lichaam dus indelen in dermatomen, C2 tot en met S3. Verder zitten er om het ruggenmerg heen hersenvliezen. Net zoals bij de hersenen zijn het er 3. Van binnen naar buiten de pia mater, arachnoïd mater en de dura mater. Heb je wat geleerd van deze video? Geef hem dan een duim omhoog. En wil je mij helpen meer video's te maken? Word dan lid van de Juf Danielle Academie. Alvast heel erg bedankt.